sta hier bij Joris Fontaine, waarschijnlijk de grootste pokerspeler van België. Joris, je hebt je online gekwalificeerd op PokerStars. Hoe ging dat? Eigenlijk heel normaal tijdens een van mijn sessies waarin ik gewoon toernooi speelde. De qualifier uitgezocht, meegespeeld en eigenlijk vanaf de eerste poging denk ik gebinkt. Dus we zitten nu voor €20. Free roll time. Joris, je speelt online heel veel toernooien, maar zijn er bepaalde tactieken die je online aangeleerd hebt, die je hier ook live kan gebruiken? Jazeker, ik speel ongeveer hetzelfde spel hier. Wat je natuurlijk ziet, na een paar uur is de iets grotere fouten die de spelers hier toch al iets durven maken. En daar kan je beter op inspelen. En dankzij online ervaring weet je dan ook beter waar de value te halen valt en waar dat je even op de rem moet gaan staan. Dus dat komt zeker van pas. Zeker van pas. Steeds meer mensen vinden een zekere gelijkenis tussen jou en Robert Pattinson, steracteur uit de Twilight-saga. Joris, heb je ook last van de schreeuwige tieners? Of, Nog niet, jammer. Nog niet. Ik heb het een keer gehoord aan een tafel in Vegas toen ik daar zat te pokeren, dat de dienster zei van... Robert Pattinson, Twilight. Maar ik keek toen totaal nog niet en ik heb toen achteraf wel gekeken. Blijkbaar is hij een ster, dus ik neem het als een compliment. Okay, super. Dankjewel, Joris. Veel succes nog, denk ik.